Zo, goeiedag iedereen. Welkom te België. Ik ben onderweg naar Stekenen. Je ziet hier ook wel de aanduiding. Dus Sint-Niklaas naar links, Hulst rechts en Stekenen rechtdoor. Zo, Stekenen centrum. Nogmaals hier een pracht van een fietsroute en natuurlijk ook een wandelroute. Zo, de mooie beelden. Dan opnieuw even de mobiliteit. Dus hier heb je dus die elektrische deelfietsen. Ook de mogelijkheid om naar een andere regio te fietsen. En natuurlijk de lijnbussen gratis op zaterdag via een ticket hier dat je kan afhalen aan het infopunt. En dus ook van redelijke grote afstanden. Ook de lijn 43 met verbinding Hulst kan je nemen. Ook Antwerpen, linkeroever, bepaalde lijnen. Het is bijzonder interessant. En natuurlijk ook door de week heb je altijd wel een goede mobiliteit hier. Ik zeg, de lijnbussen zijn er altijd. Zo, ik heb hier nog even een Arabisch brood nodig. Zo'n enkele sfeerbeelden hier van de zaterdagmarkt te Stekenen, Oost-Vlaanderen. Hij wil van mijn nood. Goed doen. Hey, goed. Je verloor. Hij ben naast is die zit te warmen en zo. Let's go dat het zit. Zo, ik moet bij de Arabische stand zijn. Dat is hier. Marrakesh Olive. Allee, dat is nu wel hier een benaming. Dat is wel niet... waarschijnlijk niet de naam van de zaak. Je kan hier ook verschillende olijven proeven. Hier kan je ook proeven. Dat is wel interessant. Hè? Zo weet je ook wel... meer keuze ook wat je eventueel wil kopen. We zijn hier ook die Marokkaanse pannenkoeken. Hè. Zo, ik heb hier mijn twee broden aangekocht. Dat is ook meer bepaald voor onze gerechten met kip. Dus Marokkaanse gerechten is wel bijzonder lekker, dat brood. Ook met de sap en zo. Dus een bruin en een groot wit. Dus het groot wit hier, ik heb het al 2,50. Het is wel een bijzonder groot brood, ook een zwaar brood. Dus bijzonder interessant, iedere zaterdag hier te Stekenen. Ja, er is veel wind, dan ook veel non-food, kledij en zo.
ben ik terug hier. Ik ga terug naar de uitgang. Dus steken is bijzonder interessant voor, ja, natuurlijk combinatie ook met het openbaar vervoer, de markt, ook de fietsroutes, combinatie om even naar Nederland te gaan. Ik kan hier ook de lijn 43 nemen, rechtstreeks naar Hulst, ook op zondag. En natuurlijk ook hier die deelfietsen elektrisch. Je moet ze wel terugbrengen naar hier als je naar Nederland gaat, want er is dus geen dropzone over de grens. En natuurlijk ook de Belbus 240. Zo, dat was een blik uit Stekene, Oost-Vlaanderen. Tot de volgende.